Hartelijk welkom bij deze een dagje er lekker tussenuit film van Hetty en Paul. De vakantie is nog niet voorbij. Vandaag is het vrijdag 15 september. Het belooft een zomerse dag te worden en Hetty en Paul stappen in de auto en rijden naar Gajazo in Kerkrade. In deze mooie dierentuin zien ze natuurlijk erg veel dieren. In deze grote volière zitten en vliegen erg veel halsbandparkieten en andere papegaaiachtige vogels die er een heuse cacofonie van maken. Dit zwart-wit gekleurde dier is een wasbeer. En dit zijn nog twee wasberen. De elanden hebben het gisteravond erg laat gemaakt. Daarom liggen ze nu heerlijk uit te rusten. Hier klimt een berberaap in de boom. En boven in de boom zit nog zo'n aap. Zoals je ziet, aan berberapen geen gebrek. Er zit er zelfs eentje in het binnenverblijf. Het is dan wel al september, de zomer is nog echt niet voorbij hoor. Het gevogelte zoekt dan ook verkoeling bij het water. En dit zijn de kamelen. Ze zijn te herkennen aan twee grote bulten op hun rug. Het zijn dus geen dromedarissen, want dan zouden ze maar één bult op hun rug hebben gehad. Dit bouwwerk noemt men een insectenhotel. Hier kunnen insecten logeren. Gajazo beschikt ook over een aquarium. In dit aquarium zwemmen voornamelijk vissen. De ooievaars hebben zo te zien een dagje vrij op deze zonnige vrijdag in september. In het Limburghuis staan verschillende, opgezette, in Limburg voorkomende dieren tentoongesteld. In deze wei staan paarden. Deze paarden hebben een naam die erg moeilijk uit te spreken is. Dit is een muntjak. En dit is heel erg eng. Hier worden veel bezoekers erg bang van. Het is een slangenkuil. Hier lopen nog meer Limburgse dieren. Hier zouden ergens twee leeuwinnen en één leeuw moeten liggen. Altijd leuk om naar te kijken zijn natuurlijk de stokstaartjes. Hier zijn de leeuwinnen en de leeuw weer. En dit dier, bruin gevlekt, met een lange nek en lange poten, is een giraf. Hier loopt een roedel Afrikaanse wilde honden.
Ook de flamingo's genieten op deze warme vrijdagmiddag aan het water. Ze baden er pootje en klapperen met hun vleugels. Hé, wat leuk! Nog meer stokstaartjes! Zo te zien hebben ook de neushoorns vandaag een snipperdag. We hebben een rondje gemaakt en komen hier de giraffen weer tegen. Een foyer vol met vogeltjes. Altijd leuk natuurlijk. En dit. Dit is nou een groot oorvos. Daarachter ligt er nog eentje. Zo te zien hebben ze nu even pauze. Wegens het warme weer zoekt ook het dwergnijlpaard verkoeling in het water. Het is maar goed dat het een dwergnijlpaard is. Anders zou er natuurlijk een overstroming plaats kunnen vinden. Alweer apen. Deze keer zien we gorilla's. Inclusief een jong gorillaatje. Deze aap zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de grote baas van de gorillagroep zijn. Deze aap controleert de kwaliteit van het dubbelglas. Alweer apen? Deze keer zijn de doodshoofdaapjes aan de beurt. Zo te zien zijn ze erg lenig en kunnen ze goed klimmen. Deze vogel begint het koud te krijgen. De veelvraat gaat op zoek naar iets te eten.
Dank jullie wel voor het kijken naar deze Een Dagje Er Lekker Tussenuit film van Hetty en Paul. Op vrijdag 15 september zijn ze naar de dierentuin Gaia Zoo in Kerkrade geweest. Hopelijk hebben jullie net zoveel genoten van deze Een Dagje Er Lekker Tussenuit film als Hetty en Paul van hun bezoek. Groetjes en tot de volgende vakantie of Een Dagje Er Lekker Tussenuit film.